Goedenavond. Dag dames en heren. Goedenavond. De vakantie is voorbij. We zijn er weer. Niet vanuit de studio in Arnhem. Hallo Gelderland gaat deze hele herfst tot en met de winter on tour. En we beginnen vanavond in de gemeente Oost-Gelre in Groenlo. En midden in Grolle staat het mooie City Lido. Welkom. En zeg je dan Groenlo, dan zeg je natuurlijk Grols. Al zijn ze er niet meer. Groenlo is onlosmakelijk verbonden met Grols. En dus gaan wij testen vandaag. Bier uit blik. En zo ziet het eruit in het glas. We gaan eerst maar eens even kijken waar we nou eigenlijk zijn. Dit is Groenlo. De geboorteplaats van Peter Groot-Kormelink van de Jazzpolitie, die dit leuke liedje zingt. En wielertrots Tristan Hofman. Samen met Lichtenvoorde de kern van de kersverste gemeente Oost-Gelre, die zo'n 30.000 inwoners telt. En hier in Groenlo geldt, op een dag drink je geen bier meer, maar drink je Grols. Bijna 400 jaar lang brouwde Grols hier bier, tot de verhuizing van de fabriek in 2005. Ja, dat is jammer dat het weggegaan is. De naam zegt het toch al, Grols. Vind ik wel bij Groenlo horen. Eeuwen is dat in Groenlo geweest en het wordt zo in één keer weggehaald. Het is een gemis, zonder meer, tuurlijk. Groenlo kent een grillige historie. In 1627 veroverde prins Frederik Hendrik het stadje op de Spanjaarden. En deze mannen van de Compagnie Grolle vieren deze victorie tot op de dag van vandaag in vol ornaat. Rust. 17 tot en met 19 oktober zullen maar liefst 800 soldaten de slag om Grolle naspelen. Er is meer feest in Groenlo. Hier is de Prins Carnaval. En deze Groenloze radiomakers vieren dit jaar het jubileum van hun programma Psycho Circus Radio. Ja, welkom bij Psycho Circus Radio, aflevering 510 alweer. Iedere dinsdagavond metal en rockmuziek. 10 jaar lang maakten ze hun programma vanuit de kelder van het bejaardentehuis. En over Grolse mannen gesproken, dit is Robin Mallerbos. En hij is Nederlands kampioen Kyugraat Kyokushinkai-karate. En na zessen is hij heel lief, hoor. Wordt duurtje. De Grollenaren zijn wel stoer, maar hebben een goed hart. Dat ze trouwens graag weggeven, want 1 op de 4 Grollenaren heeft een donorregistratieformulier ingevuld. En daarmee staan ze 4e op de nationale lijst van de donorregistratie. Het kent u deze nog moment. De stemmachine van Groenloze bodem. Helaas heeft de regering besloten dat die niet te vertrouwen is. Dus helaas, NEDAP. Groenlo en Lichtenvoorde hebben ook een eigen circus waar ze nog wel een handje kunnen gebruiken. Ja, dat klopt. Circus Bongehoven staat dit jaar 30 jaar. En wij zijn op dit moment op zoek naar sportieve, leuke, stoere jongens die het leuk vinden om met Circus Bongehoven mee te reizen. En dan is er nog de bomenkwestie. Een ijzeren gordijn dat Groenlo in tweeën scheurt. De gemeente wil de bomen kappen, want dan zie je de oude stadswal beter, en dat wil de toerist immers graag. Maar heel veel Grollenaren zijn het daarmee oneens. Ja, mensen, hier, de bomenkwestie, dat is wel wat, hè, hier in Groenlo. Steek eens even de vinger op. Wie is er voor dat die bomen gekapt worden? Daar zie ik een vinger, daar. En wie is er tegen? Oh. Ja, daar gaat de rest dus. Maar wat jullie betreft dus hier geen bomenkap. Nee, nou, ik hoor het. Er zal nog lang over gesproken worden over deze kwestie. Ja, wij gaan koken. Want iedere uitzending van Hallo Gelderland on Tour gaan we koken. Koken met producten uit de streek. We zoeken een plaatselijke kok en daartegen zeggen we: heb je zin om te koken? Heb je zin om uitgedaagd te worden? Dit zijn de producten die vandaag verwerkt moeten worden. En we beginnen lekker zoet met pure chocola van de Groenloze hofleverancier. Heerlijke bramen. Mm. En zeg je Groenlo, dan zei je Grols. Maar Grols ging weg. En dus brouwt Groenlo weer zelf.
Boksen en Frederik Hendrik. Een ander streekproduct voor onze kok. Kijk, dit is het nagelhout. Dat wordt gemaakt van een koe. We hebben wel een stukje vlees van de echte vrouwelijke dieren. Dat heb ik het liefst, omdat die iets lekkerder, iets malser en fijner. Dat moet zo droog zijn, dat je het zo hard, dat je met een spijker op, in de plank of in de balk kunt slaan om het nagelhout op te hangen, bijvoorbeeld. Vandaar de naam? Vandaar is die naam nagelhout. Vrouwenvlees. Ja, vrouwenvlees is altijd heerlijk. En dan heb ik ook nog deze prachtige Achterhoekse reerug. Hij komt van de polier uit Harreveld, polier Wolters. Marja Bekke, jij bent normaal gesproken kok in het beleg van Grol. Wat kun je ermee met deze producten? Ja, het is wel even schrikken, want ze zijn niet de alledaagse producten om een gerecht te maken. Maar ik ga erover nadenken en ik ga mijn best doen. Ja, ik wil er ook in ieder geval een leuke naam bij, want dan zou je hem eventueel ergens op een kaart kunnen zetten. Hier, zodat mensen die komen kunnen vragen naar... Dat dus. Ja. Straks meer. Prima. Ik denk dat de meeste mensen het thuis wel eens hebben gedaan. Je hoort een lekker stukje muziek en dan ga je in de lucht mee gitaar spelen. Airgitaar spelen, luchtgitaar spelen. En als je nou wil weten hoe dat klinkt, dan is er een heel erg leuk, ja, een leuke gadget eigenlijk. Een leuk artikel op de markt. En dat klinkt dan zo. Laat horen. En daarmee kun je het resultaat dus van je airgitaar pogingen laten horen. Hier naast mij staat de man, de Achterhoekse airgitaar kampioen eigenlijk, Bram Kreunen. Ja, dat is al wel weer 5 jaar geleden. En dat maakt niet uit, je blijft eens kampioen, altijd kampioen. Precies, precies. Zo is het. En ja, omdat het vrij ingewikkelde speeltjes zijn, hebben wij hem uitgenodigd om zometeen het publiek te gaan laten proberen hoe dit allemaal werkt. Dan mag u allemaal een keer airgitaar spelen, leuk hè? Grols dus, bierstad. En dat betekent dat je er niet onderuit kunt. Dan gaan we lekker bier testen. We gaan kijken of zij hun eigen bier hier uit Groenlo er ook uithalen. Want ze gaan het meteen blind proeven natuurlijk. Want in Groenlo drinkt men geen ander bier dan. Dit is het geboortehuis van Grols in het centrum van Groenlo. Nou, hier in deze kelder. Vroeger waren ze klein en nu is het allemaal begonnen, hè? Ja, dat klopt. Sinds 1615 heeft Willem Neerveld hier bier gebrouwen. En dat is later overgenomen door Peter Kuiper, zeg maar, de grondlegger van het hedendaagse Grolsbier. In bijna 400 jaar tijd groeide Grols uit tot een van de grootste bierbrouwers van Nederland. Grols en Groenlo leken voor eeuwig aan elkaar verbonden. Maar zoals zo vaak liep ook dit huwelijk op de klippen. De Grolsfabriek vertrok naar Enschede. Maar oude liefde roest niet. Het verzamelen is in principe begonnen met dit glas. Ik had een oud collega en die had dit glas niet. En toen zegt hij, nou, als je dit glas doet, dan krijg je 15 andere Grolsglazen. Nou, en toen was de tik aanwezig. Het is een klein beetje uit de hand gelopen, hè? Ja, sowieso. Open up your eyes, then you'll realize. Er is een Grols verzamelaarsgilde en dat telt maar liefst 800 leden. Er zijn 800 mensen die zoiets dergelijks hebben staan. Ja, en ik denk dat er nog wel veel meer zijn die nog steeds geen lid zijn van onze vereniging. Maar ja, er zijn onderaan, we hebben ruim 1000 gehad, dus nu zakt het iets terug. Maar er is zoveel te sparen in het verzamelen van Grols. Ondanks het vertrek van Grols uit Groenlo toch altijd nog wel Grols bier om te drinken? Jawel. Jullie? Ja, ik ook. Ik moet wel meer drinken, dus... Nee, maar het blijft gewoon Grols. Ja, absoluut. Ja, blijft. Nou, allemaal welkom. We gaan zo meteen lekker aan het bier hier. Een bierdeskundige hebben we ook uitgenodigd. Hier naast mij staat Ben Wenink, bierbrouwer van brouwerij Erfekots hier in Groenlo. Bier van u zit ook in het gerecht wat daar in de keuken wordt klaargemaakt. Nou, Grols is natuurlijk weg uit Groenlo, dat weten we allemaal. Het is uitgebreid in het nieuws geweest. Maar er is nog een ander bier wat in Groenlo wordt gebrouwen, hè? Ja, op Erfekots in Lievelde, vlak buiten Groenlo. Op het hoofdkwartier van de Prins, zeggen we dan. Ja. En de brouwen Frederik Hendrik Pilsen en Boksenbier. Wat is het verschil met dat bier en een Grols bier? Het is een ambachtelijk bier. Het is gewoon zijn kleine hoeveelheden. En
elk brouwsel is op zich uniek, terwijl een grote brouwerij altijd een constante kwaliteit heeft. Ik ben heel benieuwd of jullie bijvoorbeeld het Grols eruit halen, want natuurlijk zit dat er wel bij. Dat kan ik wel verklappen. Hiernaast hem staat een meneer. Wie bent u? Herman Grolkormeling, ik ben de PR-man van de Oud-Grolsen. En de Oud-Grolsen is een club van ongeveer 100 mensen die uit Groenlo verdwenen zijn. Of elders wonen in Nederland. En die komen één keer of twee keer per jaar komen ze bij elkaar. Maar dat is omdat jullie zo van Groenlo houden. Omdat jullie elkaar nog wel een keer willen ontmoeten. Je houdt het niet voor mogelijk. Hoe Grollen. En daar gaat natuurlijk wel het een en ander weggetikt. Zeg maar. In beperkte mate. Dat zeggen ze allemaal natuurlijk. Naast u een meneer waar er meer van zijn met een mooi streepjespak. Ik ben Jan de Brinke. Ik ben een echte Grollenaar. Ik ben geboren en getogen in Groenlo. En ik ben muzikant hier in het orkest van Maar jullie zijn allemaal, heb ik begrepen, van Antje. Antje's orkest, ja. Ja, en Antje is onze leider van ons orkest. Ja. Dus Antje zit hier. Antje zit daar. Ze is 94 jaar, daar wil ik een applaus voor hebben. Ja, dat mag. En, ze leidt ons orkest met verve. En mogen jullie dan daarna een biertje drinken? Nou, het liefst heeft ze voor de tijd. Voor de En Antje, lust Antje ook een biertje? Jazeker. Ja? Ja, ja? Lekker voor de tijd en dan lekker spelen. Ja. Hartstikke leuk. En daarnaast? Staat. Mariette Warmedam. En ik woon in Winterswijk, Corle. Maar eigenlijk, ik mag je bier proeven, maar eigenlijk moet ik aan de overkant zijn voor een repetitie van het koor waar ik bij zit. En ook jullie drinken vast wel een pilsje na afloop. Jazeker. Ik wens jullie ontzettend veel genoegen. En met het bier proeven. En volgens mij gaat het bier nu geserveerd worden. Kom maar. Want ze hebben wel trek, denk ik. Dankjewel. En veel succes. Dank u wel. Ja, dat ziet er goed uit, dat bier dat hier uitgeserveerd wordt uit Groenlo. We zijn vandaag met Hallo Gelderland in Groenlo. Maar wat heeft Groenlo nou nog meer te bieden? Elke keer als we in een plaats zijn, on tour, dan gaan wij eens kijken wat er nou voor bijzondere mensen zijn of bijzondere dingen. Of bijzondere mensen met bijzondere dingen. En let u op, want ook dit is Groenlo. Mevrouw Lensink met Grolse wanten, een Grolse sjaal, een Grolse pannenlap. U mag wel even een applausje geven. Laat zien. Mevrouw Lensink's eigen Grolse bikini, volgens mij, of niet? Ja, hè? Dat is wel heel levensgevaarlijk zwemmen, hè, met iets gebreid. Oh, ja. Ja, dat verdwijnt. Dat wordt heel wijd en dan heb je niks meer aan eigenlijk. Weet je dat niet? Ik heb nooit een gebreide bikini aan gehad. De Grolse steek, want daar zijn al deze dingen van gemaakt. Het is een hele bijzondere breisteek, hè? Jawel, ja. En het gaat eigenlijk om de Grolse wanten en om het patroon. Ja. Dat was bijna uitgestorven. Ja, hij dreigde uit te sterven, maar is hij weer helemaal terug? Ja, zeer zeker. Is deze meneer ook gaan breien? Ja, nee, niet gaan breien. Wel, waarom nou niet? Nou ja, daar hebben we de dames voor. Zo, ja. Nee, ik heb er geen handigheid mee. Maar we hebben in ieder geval opgestart. En we hebben landelijke bekendheid ook nog ermee gekregen. We zijn een website gaan starten en daar is ontzettend veel reactie op. Er zijn gelukkig weer meer mensen die de Grolse steek willen gaan leren. Dank jullie wel. Dank wel. Nou, twee vrouwen. Twee vrouwen die hier dus horen te breien, zoals ik verneem net van de heren. Nicolette Stemers en Corine Hartman. Als jullie niet breien, Nicolette, dan schrijven jullie boeken. Een thrillerschrijver en een misdaadromanschrijver. Wat was het verschil? Dat kan Corine heel goed beantwoorden. Nou, Nicolette heeft met Zachte Heelmeesters bijvoorbeeld een thriller geschreven. En dat betekent dat daarin de politie een minimale rol speelt. En In Mijn Tweede Adem, dat is een misdaadroman. Daar speelt de politie juist een hele grote rol. En is bij mij de inspecteur zelfs ook de hoofdrolspeler. Je hoort het deze tijd heel erg veel. Vrouwen en misdaad. Hoe komt dat? Je bedoelt dat ze misdaden plegen of erover schrijven? Nou, erover schrijven. Ja, iedereen schrijft tegenwoordig een boek. En misdaad is een heel populair genre. Maar het lijkt nu net of de vrouwen wat hotter zijn dan de mannen. Maar dat zijn ze toch ook? Het is ook zo. Ja. Nou, dan stoppen we er maar mee, want ja, dan ben je uitgepraat met drie vrouwen op een rij. Ja, dank jullie wel. En dan ga ik u met enige trots, hij is er al, aankondigen. Stefan Mondial, mensen. Hij is daar.
was heel erg grappig, want wij gingen dus naar Groenlo. En een van de eerste dingen die wij hoorden toen wij hier kwamen is... deze man moet je absoluut in je uitzending hebben, want het dak gaat eraf. Dat schijnt te kloppen, hè? Ja, roepen ze hier allemaal. Nou, dankjewel. Ja, nou, het is echt zo, je eigen verdiensten. Ja, ik heb gelijk een singeltje meegenomen, wat je misschien voor de kijkers thuis weg kunt geven. Dat gaan wij ook nog weggeven. Hij is gesigneerd en al. Dus, ja, hartstikke leuk. Hij gaat stukken laten horen, mensen, dus het dak mag eraf wat mij betreft. Ga je gang. Nou, zijn we er klaar voor, mensen? Signorina, vengo bonzen op de zomer van ons vee, bella Italia. Signorina, vengo bonzen onze liefde bij de zee, bella Italia. Dankjewel, heel goed. Ook dit is nieuw. Deze gaat mee. Als wij op tournee gaan, gaat de klaagbox mee. Hier in Groenlo kregen we een klacht binnen van deze mevrouw, Marloes Slagers. Goeiedag. Wat is de klacht? Ik heb een klacht voor de NS. Slechte persoonlijke bereikbaarheid. Leg eens uit. Ik heb namelijk een zoon die is gaan studeren in Zwolle. 1 oktober krijgt hij een OV-kaart. Dus voor die tijd moeten we zelf iets regelen. Wij waren heel erg benieuwd wat de beste bereikbaarheid voor hem was. Een retourtje per dag of een maandkaart. En wat kost een maandkaart en waar haal je die vandaan? Dus dan belt u even naar de NS, denk ik. Nou, allereerst ben ik dus naar het postkantoor gegaan. Die kon mij niet helpen. Het Grolse Gemak, hier een sigarenwinkel waar je strippenkaarten kan kopen, die kon mij ook nergens aan helpen. Dus toen heb ik een telefoonnummer gekregen van mijn dochter, die wel heel erg op de computer mee overweg kan, wat ik dus helaas dus niet kan. En dan krijg je een nummer 9292 en dan krijg je een computer aan de telefoon. Nou, we hebben de NS gebeld en die hebben gezegd... ja, het is allemaal heel vervelend wat er gebeurt... maar 06-09-929 is niet van ons. Het postkantoor is niet van ons. Kortom, ja, u had gewoon of op het internet moeten zoeken... of naar ons toe moeten komen, naar het dichtstbijzijnde kantoor. Ze vinden het wel vervelend. En mevrouw Slagers, u gaan we toch niet... met lege handen naar huis sturen, want ja, u zei het zelf al... ik ben niet zo handig met de computer. Nee. Dus... wij gaan u een cursus aanbieden. Meneer Adema. Kennen jullie elkaar? Hallo. Ja. Hallo. Meneer Adema is van de ICT Groenlo Eibergen. Hij geeft cursussen in Groenlo. Wat gaat u mevrouw Slagers nou leren? Nou, ik wil haar graag een cursus aanbieden... waarin ik haar iets meer handvatten kan geven... hoe je op het internet de weg zou kunnen vinden waar je graag naartoe wil. Kijk, dat gaat u doen, hè? Ja, nou zal ik dus dan moeten... Ik krijg de uitnodiging en die komt per post. Ja, hartstikke bedankt. Dank in ieder geval voor jullie komst. En ik hoop dat u beide profijt hebt van de cursus. Dank u wel. Volgende week dan zijn we in Elburg en dan is ook de klaagbox daar. Ziet u hem daar staan, dan gooi gerust uw klacht in de klaagbox. En anders mail uw klachten, Kleis klaagbox en een box met een X, omroepgelderland.nl. Kom ik ondertussen even op met een winkelwagentje uit de Groenlose supermarkt. Zo op het oog gezien een heel proper winkelwagentje. Maar mensen, schijn bedriegt. Want uit Duits onderzoek blijkt dat hier op bijvoorbeeld het handvat van die winkelwagentjes zoveel bacteriën zitten, dat je bij wijze van spreken nog beter een vaatdoekje op kunt eten dan zo'n winkelwagentje beet kunt pakken. Nou, moord en brand volgens Duits onderzoek. Wij waren natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat in Groenlo gesteld is met de kwaliteit van de winkelwagentjes, hoe vies ze zijn. We zijn op onderzoek uitgegaan. Vanuit de achterbak van onze huismicrobioloog Reikold Beumer gaan wij hier in Groenlo op pad om te kijken hoe erg het gesteld is met de winkelwagentjes. Nou, het onderzoek was moord en brand. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht een heleboel micro-organismen, hoor. Zo'n karretje zit natuurlijk stikvol. En wat ga je precies onderzoeken? Nou, ik heb een paar doekjes meegebracht. Die zijn steriel en die zijn vochtig. Ja. En die haal ik straks uit het zakje. En dan kan ik mooi langs de stang mee wrijven. De handvatten van de winkelwagentjes? Langs de handvatten. En we gaan niet alleen kijken naar de handvatten, maar ook naar de karretjes, de mandjes zelf. Daar hebben we ook andere dingen voor. Dat zijn de dipslides. En die drukken we er even op af en kijken welke micro-organismen daar op zitten. Beestjes, beestjes. Op mijn dekels, in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Zo, dat waren ze.
Dankjewel voor de geweldige hulp. Ja. En je gaat ze onderzoeken, we zijn heel erg benieuwd. Ja, dat wil ik zelf ook. En, ja, we horen het gauw. Een paar dagen in de stoof en dan zijn ze wel gegroeid. Beestjes, beestjes. En dan gaan die kweekjes een week lang in de broeibak, heet dat geloof ik? Nee, nou, broedstoof. Broedstoof, dat zeg ik. En dan krijg je dit soort dingen eruit. Is het te zien thuis? Is het te zien hier? Mm. Ja. Jullie zeggen allemaal, het ziet er ook heel vies uit, schimmelig. En Reiko Beumer, hoe erg is het met de winkelwagentjes in Groenlo? Nou, ik vind dit wel verontrustend, hoor. Het valt eigenlijk best mee. We hebben 5 supermarkten onderzocht. En die bij de camping van Marvel, die was eigenlijk het schoonste. Daar vonden we op een heleboel van die wagentjes, van die handvatten, minder dan 1 per 10 vierkante centimeter. Dat was het oppervlak waar we het op teruggerekend hebben. Nou, de MT die was eigenlijk ook behoorlijk schoon. En Appie Heijn, dat ging wel. De Super de Boer, die ging eigenlijk ook wel, maar die je net liet zien. Ja. Bij Super de Boer, daar was een karretje bij met een kinderzitje. En dat kinderzitje, dat zag er al een beetje goor uit. Dat hebben we bemonsterd. En dit is wel leuk, dat is de andere plaat. Die zit ook behoorlijk vol. Het totaalkiemgetal van het kinderzitje per 10 vierkante centimeter was 1 miljoen bacteriën. Ja. En die, dat zijn de 1000 per 10 vierkante centimeter. Dat zijn echte darmbacteriën. Dus ik denk dat het kind wat daarop gezeten heeft toch wel wat in de broek gedaan heeft. Dat, om tot die aantallen te komen. Het was ook te zien. Het was heel vies. Ja, het was echt goor. Het stond niet overigens. Nee, nee. Maar daar zaten wel darmbacteriën op. Ja, daar zaten er wel wat op. En dan hadden we ook nog de Lidl, hè? En de Lidl die was eigenlijk met de meeste bacteriën van allemaal. Maar dan moet je niet zo verschrikken. Dat waren er een stuk of 500-600 per 10 vierkante centimeter. Oh. Maar op je handen heb je er toch wel een paar 100.000 per 10 vierkante centimeter. Dus daar zitten er veel meer. En het zijn gewoon de micro-organismen van je handen. Die karretjes staan allemaal buiten. Dus die vangen allemaal stof op uit de lucht. Er komt misschien een keer een vogel overheen vliegen. Heel vaak vastgepakt. Heel vaak vastgepakt. Maar ik denk dat bij sommigen dat ze ook wel schoongemaakt worden. Dat, jij hebt wel het idee dat dat toch regelmatig gebeurt. Ja. Ik heb het nog nooit gezien. Ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben in Groenlo. Echt die. Nou ja, goed, blijkbaar gebeurt het wel. Anders zat er waarschijnlijk nog meer op. Dat, ja. Dat misschien wel doen. Het was ook erg glad materiaal bij de meeste karretjes. Beetje kunststofachtig plastic. Het helpt ook goed om te zorgen dat die bacteriën niet kunnen hechten. Bovendien, als de karretjes droog zijn. Nou, als er dan, noem maar even, 1000 bacteriën per vierkante centimeter op zitten. Nou, is het goed, als die erop komen en het is droog, dan blijven er een stuk of 10 over. De rest gaat dood. Dat gaat vanzelf eigenlijk. Dat gaat vanzelf eigenlijk dood. Kortom, als ik jou zo hoor, dan hoeven wij ons helemaal geen zorgen te maken. Kunnen we rustig met zo'n winkelwagentje zonder handschoenen aan. Ja, dat denk ik de wel. Winkeling. Ik heb wel van mensen gehoord die eerst naar de groenteafdeling gaan, een plastic zakje om hun handen doen en daar zo'n karretje duwen. Maar die zijn echt een beetje gestoord. Echt overdreven. Dat, nou, misschien dat de karretjes in Duitsland vies zijn, maar hier in Groenlo zijn ze oké. Ook al ziet het er dan toch een beetje zo uit. Ja. Dank je hartelijk. En jullie kunnen allemaal rustig winkelen. Wie wil dit hebben? Ja. Wist u dat er 1,5 miljoen ongeletterden en analfabeten zijn in Nederland? En 1 op de 15 werknemers heeft moeite met lezen en of schrijven. Maandag begint de week van de alfabetisering. En om dat wat meer aandacht te geven, hebben wij 2 mannen uitgenodigd die ook taalproblemen hadden. Maar nu een cursus volgen en al een lekker half uurtje aan het scribbelen zijn. Rick Scholt uit Gaanderen en Chris Vrochten uit Hummelo. Welkom. Waarom zijn jullie op die cursus gegaan? Nou, we hadden een taalachterstand. Dat bleek achteraf met schrijven van notulen of andere brieven of schrijven. We hadden een achterstand. En de gemeente Bronckhorst gaf de inwoners een gelegenheid door cursus te volgen voor bijscholing. Zodoende ben ik die cursus gaan volgen. En heb je daar wat aan? Daar heb ik heel veel aan nu op het moment, ja. Wat dan? Ja, ik leer beter schrijven, taalvormen, grammatica. En Chris, jij ook? Rick. Ja. Nee, ik heb voor het werk en een formulier, dan gaat het een stuk beter tenminste. Anders zijn er wel eens in de knoei dus. Maar voor die tijd was het voor jou moeilijk om een formulier te lezen en in te vullen? Ja, in te vullen vooral de spelling en grammatica dus. Wilt u meer weten over zo'n cursus, lezen en schrijven, dan belt u gewoon met de stichting Lezen en Schrijven. En dat nummer is 0800... 023-4444. In de week van de alfabetisering.
Aan het begin van deze uitzending hebben wij hier aan dit tafeltje de luchtgitaar geïntroduceerd. De airgitaar. Met de vraag of de dames hier dat eens wilden proberen. Maar nee hoor, u heeft het niet geprobeerd, hè? Waarom niet? Wat moest ik proberen nou? Het luchtgitaar. Oh. Er is iemand die wel het heeft geprobeerd. Ja, ik heb het geprobeerd. Krijg je er wat uit? Nou, het is... Ik heb het in ieder geval wel geluid. Ben jij wel iemand die dat zeg maar los zo in de lucht wel doet? Ja. Ja. Maar vind je dit wat? Nee. Echt niet? Waarom niet? Nou ja, je staat een beetje voor joken met iets wat je eigenlijk niet kan beheersen en zo. Dus dan maar liever zonder iets en dan gek doen voor een spiegel. Of met mijn eigen gitaar, maar nee, dit gaat het niet worden. Dit is het niet. Nee, vandaag niet. Maar met deze dames wil ik het nog wel even proberen, dus geef hem nog maar even door. Bram Kreunen, ik heb hem al eerder geïntroduceerd als de luchtgitarist van de Achterhoek. Ook meerdere kampioenschappen gewonnen. Jij vindt het ook niks, hè? Nee, klopt. Ik ben het helemaal met hem eens. Het is niks. Zeker niet als je en kunt gitaar spelen en van luchtgitaar spelen houdt, dan moet je niet iets in je handen hebben waar je eigenlijk niks mee kunt. Je moet gewoon lekker je handen... Doen. Je moet het gewoon doen. Ja. Ik ga jou uitdagen om het toch nog maar even te laten doen. Nog het echte keer? Luchtgitaar spelen. Ga maar daar staan, dan starten wij leuk muziekje in en dan ga maar eens even je gang. Je moment of fame. Op muziek trouwens van Black Sabbath. En daar hoort natuurlijk een lekker pilsje bij. Niet waar, Ben? Dit jaar jullie ook op even kots, hè? Vast is na sluitingstijd. Ja, dat hoor ik. Zes blikken bier zijn er getest. In Groenlo, in Grollen. En ik zeg van tevoren, hij zit erbij, Grols. En dus vraag ik, wat is de Grols? Ja, we hebben een aantal deskundige Grollenaren hier aan tafel zitten. En die zeggen dat bier B zonder twijfel Grols moet zijn. Bier B is zonder twijfel Grols. Dat is hij niet. Jan toch? Ik ga het direct wel vertellen wat het is. Want dat bier B is natuurlijk erg hoog eindigd dan. Niet op ja, één? Ja, ja, dus op één. Ja, voor... In ex-equo. In ex-equo, ja. Oké. Okay. Nou, maar we gaan eerst maar eens die top 6 doen. Ik stel voor dat we onderaan beginnen. Laat eens horen, wat was het minste bier volgens jullie? Bier D. Bier D. Dat is, even op mijn lijstje kijken, ook het goedkoopste bier. Het is van Albert Heijn, het is de Euroshopper. Dan ga ik naar 5. Dat is nummer A. Het is Bavaria. Voor 66 cent voor een half liter blik. Top 4. Dan krijgen we merk C. C. Jullie blijven die Brabants maar een beetje koeieneren. Want Dommels is het vierde geworden. Het was wat fruitig en we zijn wat bittere bieren gewend. Aha. Ja. Op 3. E. Ik dacht dat Bavaria was, maar... Dat is jullie Grols. Dat is op Grols. E. Dus dat haalt gewoon niet die eerste gedeelde eerste plaats. Het wordt in ieder geval in dezelfde fabriek gebotteld. Ja, zo komen jullie er altijd wel weer uit. Ik snap dat het pijn doet. Want wat is er dan één geworden? We hadden merk B en merk F hadden we ex-eco op één. En waarom waren dat nou die pilsjes waarvan jullie dachten dat is Grols? Namelijk F had gewoon een volle smaak. F had een hele mooie volle smaak. Dat was mijn bier. Dat is jouw bier. Ja, en jullie gingen echt om alleen de Grols eruit te zoeken. Dus, ja. 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 En dat was dan ook meteen de winnaar. Ja, precies. Dan ben jij ja. een Heinekenman. Want F is Heineken. Jawel, brouwmeester. En jullie gaan toch gewoon voor de Aldi. Voor Schultenbrouw. Ja. Schultenbrouw. Niks mooier dan Groenlo horen zuchten van. De Aldi wint hier een bierwedstrijd samen met Heineken. Aldi wint altijd. Dat wordt drinken, denk ik. U kunt alles nog eens rustig nalezen op het gemak. En jullie, pak maar een pilsje, hoor. Nou, ter ontsteltenis. Ja, die mogen wij natuurlijk hebben. We zijn nog niet helemaal klaar met het bier. Want bier werd er ook verwerkt in het gerecht dat door deze kok is gekookt. Marja Bekkens heeft iets prachtigs gemaakt. Met bramen, met vlees, met chocola en met bier dus. Het ziet er fantastisch uit. Ik ga dat even laten zien. Wat heb je gemaakt? Nou, ik heb van het de reebiefstuk heb ik gebakken. En dat heb ik afgemaakt met een klas. Die klas heb ik aangevuld met de chocola, waardoor het dus een lekker zoetje krijgt. Van het bier en de bramen heb ik een
sabayon gemaakt. Dat is dit wat we hier zien, hè? Ja. En afgegraneerd met gedroogde negerholt. Oh, fantastisch. Het ziet er zo ontzettend mooi uit. Is het lekker op? Ja, nee, heerlijk. Ik heb al geproefd. En, heeft het ook een naam? Ja, het heeft de naam gekregen Zoete Wilde Grolse. Zoete Wilde Grolse. En het komt op de menukaart. Het komt op de menukaart, ja, jazeker. Ja. Nou, leuk, uiteraard. Hè? Nou, ik zou het ook zeker doen. Allemaal het is eten, hè? Heel goed eten. Zoete Wilde Grolse, hartstikke lekker. En als u nou zegt van nou, dat wil ik thuis ook gaan proberen. Ik weet niet of we het zo voor elkaar krijgen, maar je weet het niet. Het recept gaat natuurlijk wel bekend worden en zetten wij ook op internet. En kunt u bekijken via omroepgelderland.nl. Heel goed gedaan. Applaus, hè, voor dit prachtige... Tot zover bijna Groenlo. Volgende week staan we in Elburg. En dan horen we daar ook graag wat uw klachten zijn over de regio Elburg. Dan kiezen we er een uit en die gaan we oplossen, die klacht. Ja, en natuurlijk bent u volgende week, als u in Elburg woont, van harte welkom. Hè, of in de gemeente daar. Van harte welkom om de uitzending, zoals hier vanavond, ook gratis bij te wonen. Volgens mij vond u het allemaal leuk, hè? Ja. Vond het allemaal hartstikke leuk. Dus zegt u, ik wil er volgende week bij zijn. Kijk dan even voor de precieze gegevens op onze site via omroepgelderland.nl. Ja, tot slot nog een hele leuke Grolse uitsmijter. Ze wonnen de Battle of the School Bands. Ze zijn gemiddeld 17 jaar oud. Heten Bell Pepper en gaan zingen voor u Together Again. Fijn weekend. Tot volgende week. Me feeling so fragile. I packed my bags and I'm leaving now. It's true, we had a wonderful time, but I have to choose for myself and be alone for a while, yeah. Oh baby, please give me some time, give me some time. Let me go, let me live. We'll be happy together again. Please don't be so loud, baby. Don't let the time shout, baby. Wanna ask for more, don't wanna be. Gonna take a step and go through that door. Ooh, 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 ooh. I wanna take that door and run as far as I can. Maybe then, after a while, we smile together again. Some peace of mind, just a little break. I won't be so tough, not so hard. Soon you'll be my man. Oh baby, please give me some time, give me some time. Let me go, let me live. We'll be happy together again. Please don't be so loud, baby. Don't lose that child, baby. Don't wanna ask for more, don't wanna be. And I'll take a step and go. Programma's van